Dames en heren, welkom. We spelen vandaag weer Among Us met de mannen. Met de mannen! En ik ben roommate. Maar dat mag niemand weten hier in huis. Oh, er is een leuke imposter aan de gang die meteen het licht uitdoet. Iedereen staat ook in de cafetaria. Zo, het is gezellig aan Navigations. Leuk, gezellig. Dames en heren, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En als je het leuk vindt dat we weer een keer lekker hier aan het Among Us'en zijn, laat het dan vooral even weten. Dan gaan we nu even onze tank vullen. Ik denk wel de allerkutste task die er is. Met een fanatieke imposter, joh. Jezus Christus, nu weer de oxygen. Ik heb 2 tasks trouwens in communications. Hoe klein is die kans? Daar kom je echt normaal nooit. Ik ga even die oxygen uitzetten, want niemand gaat het kennelijk doen. Hey, daar is Koen. Ik dacht die me keelde. Zo, net op tijd, what the fuck? Nou, jongens, ik kan Mark cleanen. Het is Mark niet. Ja, ik vind... Ja, nee, Mark is niet bij deze kill. Nee, ja, dat is het. Ik heb 2 imposters, ja, Chester. Chester en ik liggen nagenoeg de hele tijd 1-1. Ik heb Matt gevonden in Mad Bay. Klopt. Met echt 7 seconden voordat anders wou ik. Hey, ik heb een vraag. Rob. Ja? Hoe vaak is er gesabotaged? Ja, echt tantoeveel, vond ik. Ik zei het nog in mijn video toevallig. Nee, 2 keer. Licht uit en oxygen. Trouwens, valt ook wel mee, maar in korte tijd 2 keer. Hoezo? Nou ja, het licht ging uit. Ja, licht ging toen liep jij admin in, maar ik vond dat raar. Ik dacht van, dan ga je er even licht fixen. Rob, fucka, jij liep ook met mij richting electrical. En opeens loop je terug naar storage om die benzinetank te gaan doen. Ja, maar Chester, doe even normaal. We komen van de boven storage binnen. Ik loop er zo omheen. Ik wil naar electrical, want daar had ik een task. Ben ik daarna ook geweest. Toen dacht ik, oh ja, die tank. Toen liep ik er terug, vul ik die tank, loop ik door naar electrical. Wat maakt dat nou uit? Het is niet alsof ik al bij electrical was. Ik was storage zo niet eens uit. Ik wil Rob hier best om verdenken, maar Rob doet gewoon dingen. Vorige post was hij het ook niet. Toen was hij ook gewoon voor 3 keer achter elkaar electrical mee. Ja, maar bro, maar dit is toch ook niet. Ik loop door storage heen van boven naar beneden. En voordat ik eruit ben, loop ik 2 stappen naar rechts. Het is niet. Ik heb geen flauw. Waarschijnlijk is 14 seconden. Was iemand in electrical op het moment dat er gereport werd? Wie doen we nou? Hallo. Ik heb op Mark gestemd. Dan is het waarschijnlijk een ventkill geweest in Mad Bay. Waarom stemt Raoul op mij? Wat slaat dit? Ik denk dat jij het bent. Ik krijg altijd van die fucking verdenkingen waar ik van denk van, waarop is dit gebaseerd? Hey Raoul, zie me lekker in de gaten houden, jongen. Oké. Wie was security? Wie was er in security net? Ik hè. Oké, wacht. Want ik wilde terug naar de cafeteria. Die deuren waren dicht en er was inderdaad 1 iemand in security. Dus zal ik vertellen waar het lichaam ligt? Ik was in security en ik liep toen naar de rechter. Vertel eerst even waar. Mark begint namelijk heel enthousiast, maar het lichaam ligt in electrical. En dat zegt niet per se heel veel. Want ja, ik kwam nadat lag het lichaam daar. Maar soort ja, het is natuurlijk wel electrical security, is wel een lekker ventje. Dus ik wil niet daarmee iets zeggen, maar... Ja, ik weet dat... Ik heb verder niet echt iets gezien ofzo. Ik weet niet, ja, dat hangt er vanaf hoe lang het ligt. Want ik liep naar reactor en toen was er iemand in security. Want dan zie je die cam ja, die dat was ik. Ja, want ja. Ik zag in reactor dus in en daarna kwam ik Raoul tegen. Dus hij zou in theorie heen en terug zijn gevent. Hoe, jij zat op een security toch? Ja. Heb je iemand met mij uit zien lopen? Nee, ik zag jouw admin uitlopen. Klopt, want daar was ik wel weer met Mark. Kun je iemand niet Mad Bay uit hebben zien lopen? Ik deed dat ding in Mad Bay, dat je een minuut moet wachten. Ik heb niet... Wanneer? Je was met mijn admin gast. Wanneer letterlijk wat? Dat zeg je nu net. Want ik ben gestopt met kijken en toen liep ik dus 10 seconden voor die body reporter heb ik mijn download gefixt in admin. Ik loop weg en daar was Mark ook bij mij toen. We liepen samen admin uit. Hé, hey, we hebben nog 20 seconden. Maar dus je zegt dat het Raoul is. Hoe moet ik het opvatten? Nee. Maar Mark zegt dat hij ik in weet 100% was, zeker dat het, was, ik weet 100% zeker dat het niet Rob is. Ik weet ook dat het slot daar niet is. Ik weet dat het slot daar niet is, de rest weet ik niet. Ik heb net erop gestemd. Ik heb flamingo's. Wat ik een huis gezegd? Oh nee, niet. Gelijk. Dat is een Duitsers, je wil ook gewoon in mijn huis. Ja, maar jij bent gewoon het meest logisch nu. Ik ben echt verzaus, man. Ja, het is wat ik van vandaag het andere hoor. Zelf weet ik niet, maar... Maar we moeten nu iemand nog een keer stemmen, toch? Maar we zitten hier wel redelijk in de problemen, toch? Het is 3-2 toch nu? 4-2. Het is 4-2. Oké, dus mijn dubbel kill is klaar. Ja, dan gaat het inderdaad reacten. Als ze het goed doen, kun je nu niet meer winnen, want ze hebben 1 dubbel kill nodig. En dan ben je er. Ik ga met mijn vinger bij de reportknop. Voor mocht iemand een kill maken, kunnen we meteen reporten. Ha! Zitten we met z'n allen hier. Nee! Yo! Clean sweep! Jongen, ik stond met mijn vinger bij... Je hebt echt gelukkig je mij kill. Ik stond met mijn vinger bij die reportknop. Ik dacht, ja, je moet. We kwamen niet tot een afspraak van, oké, hier gaan we op stemmen. Terwijl ja, als je moet gewoon iemand eruit stemmen. We zijn weer een crewmeetje. Oh jee. Samen met Maggie opgesloten in electrical. Oh jee. Steek hem neer. Nou, het is niet Mark. Dan had hij me zeker gekillt. Wie waren dit? Chester en Koen? Mark ging naar links. Moet ik even alles weer onthouden. Dat is altijd weer zo'n ding. Oh. Huh? Wie waar? What the fuck? Reporte jij hem op? Nou, ik zie jou, Chesto, met Koen, electrical inlopen toch, Mark, toen wij eruit gingen. Ja, die ventklepperde. 100%. Er is iemand gevent. Ja, maar jullie zijn samen daarin gegaan. Huh? Klopt, ik doe mijn task en er is iemand bijgekomen die vent killt en vent weer weg. Ja, en Swolda is ook dood, hè? Ik zie bij elk admin bij Upper Engine zag ik nog een body liggen. Dus als die Koen geriepen... Oh, dan zou ik die zo gevonden. Maar soort even, er is gekillt. Ik was met Raoul helemaal rechts. Dus als het gekillt is in electrical, dan moet het toch soort de andere 2 mensen zijn. Want dan kan er iemand gevent zijn. Want luister, Raoul, ik heb... Rechts. Ik sta... Matt, waar was jij?
Mat staat in de admin bij mij. Huh? Milo zegt net dat je met Raoul rechts was. Ik liep via rechts. Ja, in het begin. Ik ben Milo gezien. In het begin. Boeien waren we niet. In het begin, 10 minuten geleden. Milo, het is zo dat Mark en ik lopen electrical uit en Chesto loopt met Koen daarna binnen. En 1 seconde later is Koen dood. Jongen, ik doe mijn task. En dan valt op die vent neer, die ventklepper. Dus er is iemand gevent heen en weer. Ik ben daar niet geweest in electrical. Wie wel? Ik denk dat het... Oké, maar gaan we stemmen. Als ik was, had er al 10 keer een reactor en lights uitgegaan. Stemmen. Op wie stemmen? Het zou best kunnen dat het waar is wat Chesto zegt, maar ja, als ik iemand moet kiezen, dan tuurlijk hij. Oh, kut, ik had op man moeten stemmen. Ik ben het niet. Nou, als het Chesto echt niet was, dan snap ik echt geen reet van. Ja, het zou ook Mark kunnen zijn trouwens, want die liep naar links, dan zou die naar security kunnen zijn gegaan. Als het Mark is, dan zou het echt een hele zieke play zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat Mark dat kan. Maar het zou wel kunnen, maar ik denk het niet. Het kan wel, maar hij kan het niet. Zou die kunnen? Nee. Ik ga gewoon een call doen, want ik word gek. Oké, ik zit me net iets te bedenken. Oh mijn god, Chester dood. Ik dacht dat hij dood was. Ik zit net iets te bedenken. Ik zeg het kan Mark niet zijn, want Mark liep met mij electrical uit. Maar hij ging naar links. Dus hij zou in theorie, maar ik denk niet dat Mark dat kan. Maar hij zou electrical uit kunnen zijn gegaan. Naar security kunnen zijn gegaan. Venten, killen, terugventen. Dus ik sloot Mark helemaal uit. Maar ik stresste hem ziek toen jij, Rob. Ik stresste hem ziek toen die deur dicht ging. Dacht, oh god, Rob kan hier killen. Ja. Toen gebeurde dat niet. Dan had je mij wel gekild. Wat ik raar vind aan de vorige ronde, is dat Milo die spreekt mij vrij. Terwijl echt aan het begin van de ronde dat we naar rechts liepen. Toen kwam ik op een gegeven moment Matt tegen. En toen stond ik heel lang bij Matt bij admin. En dat betekent dus, als jij mij vrij spreekt, spreek je ook een soort van indirect Matt vrij? Nee, totaal niet. Nee, dat is bullshit. Nee, want de reden dat ik Milo jou vrij kan spreken, iemand is dat jij aan het begin helemaal rechts was. Bordje? Nee, maar goed. Kijk, ik hoor iemand. Nee, laat maar Rob zeggen. Dat vent iemand. Oké, ja, ik word aangevallen. Ik mag niet safe. Omdat Rob in het begin gelijk admin inliep. En toen, welke taak heb je toen gelijk gedaan, Rob? Weet je dat nog? Fix wiring, denk ik. Ja, fix wiring. Ik kan me niet voorstellen dat jij dat zou faken als imposter. Gelijk daar rechts en dan daar. Ik zou dat ook nooit faken. Hoe het op mij overkomt, Roel is het 100% niet, want die was daar rechts. Hoe het op mij overkomt, is dat er wordt gezegd vanuit de drie mensen in electrical dat er waarschijnlijk gevent is. Tenzij Chester het was en ligt, dan maakt het niet meer uit. Maar als er wel iemand gevent is, is het toch best wel makkelijk voor Matt om even naar Matt B snel naar admin te lopen. Maar we vergeten dat ook Slot daar. Ik ben daar nooit geweest. En nooit geweest, maar soort, ja, dat je in komst was toen je mij had gekild. En dat was je ook niet. Dus soort, als je imposter bent, zeg je natuurlijk niet waar je wel bent geweest. Ik vind het bizar dat je op Milo of op Mattie hebt gestemd. Ik was trouwens niet in komst, nee. Dat is toch, nou, het is helemaal niet heel onlogisch. Ik doe fout. Skip, Mook. Op mij?! Oh. Dat is echt het allerdomste wat je kan doen! Ja, hou die Mark in de gaten. Oh mijn god, ik ben niet eens ergens in de buurt van geweest. Oh, jullie zijn zo dom. Oh, wat ben je dom. Milo, dus je weet niet of hij nou aan het kut is of niet. Ja. Het was in ieder geval niet Milo en dingen. Er zijn ook echt weer dingen gebeurd, jongen. Ik kan dit niet plaatsen. Er is nog 1 imposter sowieso, want we hebben er echt wel 1 uitgestemd. Kan niet anders. Maar ja, wat nu? Wat nu? We moeten nog zoveel kijk hoe weinig tasken er gedaan zijn. Dus het is 1 van ons 4. Maar ja, hoe wil je het nu ook uitspelen? Hier is Roel weer. We blijven nu gewoon met z'n allen samen. Samen zijn wij sterker dan ooit. Skip wat toen gebeurde. Oh, Raoul, ah, hij vent. Ik zie hem gewoon venten. Oh mijn god. Ja, maar dit moet Mark toch weten. Ik denk dat Mark het weet. Ja, Mark weet het. Mark weet het 100%. Markie. Nope. Nee, Markie! Markie, wat doe je nou? Ja, die gaat gekild worden door Raoul natuurlijk. Hoe doe die emergency knop nou? Oh, dan is het afgelopen. Raoul kan nu toch Mark killen, neem ik aan. Hoe lang duurt die kill cooldown? Een half minuutje of zo, toch? Ja, voorbij. Lekker, Roel! Oh mijn god! Ik heb die deuren nog dicht gedaan, gast. Hij vent! Wow, ik zie hem gewoon venten voor mijn neus en hij kilt me. Ik verkeerd, ja. Ik wilde op sabotage klikken, maar ik, ja. Ja, ik zag jou gewoon venten, dus ik dacht, nou, we zijn er, maar Mark heeft dat niet gezien of zo. Mat. Straks dan. Nu zou ik eerst potje Among Us spelen als jij was. Ik ben weer crewmate, wat is dit? Oeh, dead raw body. Ik denk dat het Matt is, want soort, ik was in electrical en toen kwam ik binnen en toen stond Matt al heel soort raar stil. Dacht ik, misschien is hij toch die DM aan checken of zo. Dat kan je nog goed praten. Ja, had ik vervolgens, al gedaan. Vervolgens liep die electrical uit naar links toe, richting reactor en zo. Toen ging die O2 aan. Ik dacht, ja, ik kan nu gaan redden, maar het is sowieso iemand die dat heeft gedaan, want die links wil killen. Dus ik liep naar links en in reactor lag Chester dood, Matt nergens te bekennen, dus hij is wel gevent. Matt staat rechts bij mij bij O2. Ik sta bij Koen. Echt? Matt is helemaal rechts. Ben je uit electrical naar rechts gegaan dan? Nee, ik ben links omgegaan. Linksom uit de electrical naar O2. Oké. Maar ik ben niet langs de ik ben niet in de electrical. Waarom boot je nou? Maar soort, jij bent uit, Matt, je loopt electrical uit, je bent dus richting lower engine gegaan, dat heb ik goed gezien dan toch? Ja, dat heb je goed gezien. Maar iedereen en dan ga je helemaal boven langs naar O2. Ja, maar toch ging die optie eraf. De enige die daar niet is geweest, is Koen.
Luister. En Slotta misschien ook niet. Maar de rest luister, heeft nee, iedereen daar links geweest. Slotta stemt ook meteen. Wie? Er stond op een gegeven moment... Luister nou even. Ik ben er niet even. Recht. Op een gegeven moment stonden drie man in security. Ja. Wie waren dat? Ik, Chesto en Raoul. Chesto en Rob. Want drie man liepen weg. Want ik was op admin aan het kijken. Vanuit... ja, ik ging naar Upper Security. Toen liep er één iemand naar boven. Jullie denken dat die kill best wel oud is. Luister. Liep er één iemand naar boven. En twee gingen reactor in en bleef er één staan. Dus ik dacht of die is dood of die is heel lang aan het doen. Die zal wel dood geweest zijn. Maar Rob, liep jij naar boven? Ik liep naar boven. Dan denk ik dat het Raoul is. Ik ben eronder gegaan en toen kwam ik Mark gelijk tegen daar. Ze zijn voor Rob en Raoul. Ik denk dat het Raoul is. Dat is niet. Ik ben oprecht gelijk naar onder gelopen. Skip, toch? Rob ging naar boven. Ze heeft altijd skip. Ik heb Raoul gestemd. Ik gok hem nu ook op Raoul, hoor. Want inderdaad, ik stond in security. En toen ging ik weg en Raoul ging met Chesto de andere kant op. Dat wel, maar zou er zo lang tussen hebben gezeten tussen die kill en dat hij uiteindelijk gevonden werd? Want... ja, er zat best wel wat tijd tussen. Ik ben weggegaan, ik ben helemaal doorgelopen en toen uiteindelijk later pas werd hij gevonden. Maar het zou wel kunnen dat het dan wel was dat hij meteen heeft gekild. En daarna naar beneden is gelopen, daar Marcus tegengekomen. Dan zou het verhaal wat hij zegt nog wel kloppen. Ondanks dat hij dan tussendoor even een klein killetje heeft gemaakt. Dat heeft hij dan net niet bij verteld natuurlijk. Reactor meltdown. Oké, even kijken. Iemand is navigations, upper engine, security. Ik weet dat het Mark niet is. Het is hella veel tasks zijn er gedaan. Ja. Ja, ik heb al mijn tasks gedaan. Waar vond je hem, Mark? Waar lag hij? Vertel. Ik vond hem op de weg naar reactor, zeg maar net dat stukje. Als je security uitgaat, die gaat net naar boven. Hij lag echt net daarboven. Ja, dus richting upper engine. Ja. Oké, okay. Wat dan best raar is, want waarom zou de imposter dan reactor aanzetten? Maar er zijn er natuurlijk nog twee, dus waarschijnlijk heeft de ene gekillt en de andere hem aangezet. Kijk, Raoul kan confirmen dat ik van rechts kwam, want die deur zat dicht en hij liep tegen die deur aan en ik ook. Hey, maar blijf een beetje bij elkaar, we hebben bijna alle tasks gedaan. Maar we moeten eentje eruit stemmen nu, hè? Ik heb geskipt. Wie stem jij, Rob? Ik heb geskipt. Waar stem jij op, Mark? Ik skip. Mark, wie stem je nou? Hoezo skip? Dan loop ik er zo meteen gewoon achter iemand aan. Dan kan ik het ja, bro, er zijn nog twee killers over, hè? Dat is gewoon dubbel kills en we klaar. Christus, man. Oh, joh. Oké, overleggen. Ik stel hem Roel. Roel. Ik stel hem Roel. Waarom? Maar ja, maakt dat toch geen zin? Stel op jezelf om ons te redden. Stel op jezelf om ons te redden, Roel. Dat heeft toch geen zin? Stel op jezelf om het team te redden. Ja. Nee. Dat heeft toch geen zin? Dat valt niet uit. Juist wel. Idiote actie. Oh god, jullie gaan gelijk hebben. Wat een idiote actie. Dit is zo dom. Blijf gewoon bij elkaar. Blijf gewoon bij elkaar. Ik blijf hier. Ja, dan is het klaar. Atza! Ja, precies wat al riep het hele woord. Fuck, nee, net skip gewoon. Bij zes moeten we uitzoeken. Ongelooflijk. Echt, maar Mark en Rob, die snappen het spel niet ofzo. Ja, dat begrijp je het dan niet. Ik skip hem daarvoor al. Ik skip hem daarvoor al. Waarom? We zijn te snel. Er moet er één uit bij zes. Ja, ik was te snel. Zes keer achter elkaar. Hoe kan dit? Communication sabotage. What the fuck? Ik weet niet eens hoe je dit fixt. Hoe fix je dit? Ik heb dit nog nooit gedaan. Oh, thanks Chesto. Ja, imposters doen niet heel veel, hè. Eerste ronde, bijna al mijn taken gedaan. Oh, emergency meeting. Rob, kan je nou uit die vent of niet? Wat zeg jij nou? Even, wat zeg, wat zeg jij? Wie sabotaast de komst? Ja, besef. Wie sabotaast de komst? Koen, weet je wat er gebeurt? Ik zat te denken. Koen, weet je wat er gebeurt? Ik wil die komst fixen. Ik klik dat aan. Ik zag dat, ik had het nog nooit gezien. Ik wist niet hoe het moest. Maar eerst gewoon, ik heb het nog nooit gedaan. Chester heeft het uiteindelijk gedaan. Ik wist niet hoe het moest. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar boys, luister. Ik loop navigation in met Rob. En voor mij komt die vent gewoon uit de vent. Ik zweer het. Jij ziet weer spook, want dit slaat weer helemaal nergens op. Oké, prima. Ik skip hem, maar houd dat zullen we Rob in zijn eigen video nemen? Is dat Rob zijn video is? Ik stem als Rob. Ja, daarom. Ik skip hem maar gewoon. Maar ik zweer het je. Ik heb mezelf gestemd. Gast, ik ga nu alleen maar komst sabotagen. Maar dit moet Missy Mark zijn. Hey, luister. Zo, maar dat gebeurt helemaal niks. Hey, waar was Chesto? Weet je dat? Waar is Chesto? Oh, Chesto trouwens wel. Chesto is dood. Chesto is dood. Oh. Ik wil alleen zeggen, ik stond op camps met Milo. En toen ging ik weg en er stond Mark er ineens bij. Ja, dat heet lopen. Mark, ik kom jij nooit zo vaak tegen. Normaal sta je altijd heel trouw, heel lang bij taakjes te staan en nu ben je overal aan het rennen en het vliegen de hele tijd zoeken naar een klein kansje van een shank. Nee, ik heb nog geen enkel. Nee. Je hebt nog geen enkel gekild, nee, dat klopt. Ja, wel. Dus denk dat ik Mark langzaam zie lopen. Ik was natuurlijk daar buiten een beetje aan het ontzettelen. Maar ik zit meer van, wie is dan in godsnaam die tweede imposter? Ik vind Rob nog steeds zus. Waarom? Rob en Mark is wel een dodelijke combo om maar één kill te maken in 20 minuten gameplay. Nee, dit is zeker niet waar, wat je nu zegt. Oké. Okay. Maar je bent het wel. Nee, het wel misschien? Ik ben het. Ik stem gewoon weer op mezelf. Van maak mij het uit. Nee! Oh mijn god. Nou, daar zijn het dus Mark en Milo. Hoezo? Jij stemt op jezelf, idioot. Bro, ik zei van tevoren ook, ik ga op jou stemmen. Toen ging jij daarna pas dat je op jezelf ging. Ja, dat is sowieso Mark. Maar ik wilde dit doen om iemand uit te lokken. Ik dacht dat iedereen wel skip foto doen.
Mark, stem wel Mark. Goed zo, jongens. Laatste pleidooi. Milo deed ik de reactor normaal. Milo ging naar boven. Ik ging staan bij security. Om route te killen. Ik ging kijken op de camera's. Toen was ik klaar met de camera's, ging naar beneden, Raoul dood. En iemand had ik gezien. Maar dat was dus iemand Mattie of Koemen. Ze hebben dezelfde fucking kleur. Of het, was, het zou heel goed Matt kunnen zijn, dat hij was dan gewoon gefan naar Matt bij. Daar kwam ik hem tegen. Ik ga voor Slot daar zelf voor. Nee, gast, je moet juist niet stemmen, Frank. Waarom? Wat denk jij, Koen? Ik weet het niet. Dus ik skip hem. Wat heb jij gedaan? Ik skip hem. Ik ga voor Matt. Ik skip. Matt! Ja, het zou best goed Matt kunnen zijn, hè? Ja, maar waarom wil je nu stemmen, Frank? Ja, ik vind Frank echt... Ik ja, vind het Frank, is Matt of Koen? Fucking sus! Nee, het is Matt of Frank. Het is Matt of Frank. Maar het zou net zo goed Matt kunnen zijn. Als het Matt is, dan zou hij echt een hele zieke kill worden. Want dan heeft hij dus achter, terwijl dat Slot op de camera stond te kijken, gewoon gekilled. In de hoop dat hij echt op camera stond te kijken. Want stel, hij stond daar gewoon stil, dan was het niks. Want kijk, je staat altijd hier bij cams, maar je kunt niet zien of iemand daadwerkelijk op de cams zit te kijken of niet. Ja, kun je wel zien aan het lampje hier links, maar... Ja, als dat toevallig net uitgaat en je gaat net weg bij cams en jij maakt die kill, dan zie je het. Dus dan moet je wel heel veel risico nemen. Wil je iemand achter iemand rug killen en weer weglopen? Met z'n vieren in. Ja, dit is ook zo dom wat hier gebeurt. Wie doet dit? Wie gaat er nou met z'n vieren in elkaar staan? Ja, soort van, kijk, zo dan. Dan lijkt het mij Frank, soort van. Maar ja, nu ga ik toch niet over twijfelen. Nee, wacht even. Ik ga toch weer twijfelen. Ik was bij Electrical. Ja, iedereen, we waren allemaal. Dat was een stack kill. Ik heb Mattie, had ik wel gezien, die had het goed kunnen zijn. Slot, daar kan natuurlijk ook gewoon zijn geweest. Maar Koen heb ik niet echt veel gezien in het potje. Die had het voor mij ook net goed kunnen zijn. Maar ja, ik heb niet echt aanleiding om wat te denken. Nu is het toch weer zo'n half 50-50. Wat ik dus heb, ik heb ook 50-50. Net als Frank waarschijnlijk. Het ding is een beetje, ik vind het een beetje raar dat Frank net zei, Milo, van het is Milo en daarna nee, het is Koen of Matt. En ik heb het gevoel... Maar je weet ook hoe Frank snapt er gewoon niet veel van. Ja, maar ik heb het gevoel dat hij eerst Milo wilde en kijken of er mensen meegingen. Toen ging er niemand mee, toen zei hij maar Mattie. Nee, en toen je moet niet die, doen alsof er een laag onder zit, want ik snap luister, het spel. Luister, toen stemde hij op Mattie als enige. Terwijl je met 4 man moet je eigenlijk niemand eruit stemmen, want als je dan met 3 overblijft, is het fucking kut. Kijk, het ding is, ik ga op Frank stemmen, want dat is gewoon wel het meest logisch. Als het niet Frank is, dan heeft hij het echt zo hard zelf verneukt. Paardenlul! Hey, dat is toch dan goed? Dan twee op Koen. Toch? Nee, is Milo. Kut, ik weet het allemaal niet meer. Flikker waarom stemmen ze nou allebei bezig op Koen? Krijg de tering. Ik ga mezelf muten. Ik mute mezelf. Ja, ja! Oh, Milo, wat een bies! Ja, ja, hatsa! Oh, ik had die kop van Koen wel willen zien! Huh? Koen dacht dat ik op Frank ging stemmen! Nee, hey, weet je wat raar was? Ik wilde stemmen op Frank, maar ik kon niet stemmen op Frank. Ik kon alleen op jou stemmen. Maar waarom? Ik snap één ding niet. Waarom stemmen jullie dus allebei op Koen? Die is geen één keer gevallen. Nee, omdat ik Koen wel het meest verdacht van, maar ik vond het leuk om Koen even gek te maken, dat hij dacht dat hij zou winnen. Maar wat? Ja, maar besef, ik speel met iemand die KOMS sabotaged! KOMS! Wie waren het? Dit was Mark natuurlijk!